Jongens, het is 11 augustus 2020. We zijn weer op Vordaan. Het is 35 graden. Heren, mag ik even wat aan jullie vragen? Nee. Die laatste wedstrijd van jullie, hebben jullie calamiteiten gehad deze laatste wedstrijd? Ja. We hebben niet gescoord. Dat was een calamiteit. Eén grote calamiteit. Waren jullie blij met de scheidsrechters? Oh ja. Dat zou toch blij zijn. Of zij met ons blij waren, weet ik niet. Het ligt nooit in de schijf, maar jullie hebben lekker gespeeld. Het is een brilstand geworden, begrepen. Nee, we hebben 0-0 gewonnen. 0-0 gewonnen? Ja, briljant. Jongens, bedankt. We gaan eventjes een rondje maken. Heren, hebben jullie nog iets toe te voegen aan de laatste of de laatste drie wedstrijden? Zijn er calamiteiten gebeurd? Helemaal niet. Geen calamiteiten? Ik moet erbij zeggen, Michiel en Huip, fantastisch georganiseerd. Goed zo. Even gezegd hebben. Ja, dat moest erop staan. Heren, mag ik heel even de aandacht? Jan. Even de aandacht. Dit is een paar vraagjes voor het vlogje van de OLW vandaag. Hoe hebben jullie het gevonden met het hete weer? Warm. Was het heet? Nee. Jan, hoe ging het? Het was zeer stimulerend. Zeer stimulerend? Dat zei je nog een keer harder. Het was zeer stimulerend. Ah, Jan. Je staat hier gewoon lekker het hokje hier, hè? Ja, zeker. En de warmte. Heel goed. Hé, jongelui, dit zijn wat jongere mensen hier. Vooral die keeper daar. Dat is toch een hele jonge fan. Heb je lekker gekiept? Je hebt heerlijk gekiept, jongen. Het ging hartstikke goed. Hebben we nog calamiteiten meegemaakt? Nee, we hebben de brandweer niet nodig. Een hele mooie brand. Ja. Hij heeft zich in de kijker gespeeld. Heel goed, jongens. Heren, mag ik even de aandacht voor het vlogje van de week? Hebben jullie lekker gespeeld, jongens? Ja! Hebben we gewonnen? Ja! In deze hitte. Hebben jullie drie keer gewonnen? Jou uit de wedstrijd houden is het leukste. Is waar. Is ook het moeilijkste wat er is, maar is ook het leukste wat er is. Hebben jullie drie wedstrijden gewonnen? Ja. Dat gebeurt niet vaak. Gefeliciteerd. Geen calamiteiten. Nee. Geen mensen omgevallen. Hebben we niet gezien, uit? Ja, ik zie het. Ja, dat is erg. Wat is er gebeurd? Jij was het. Vervelend. Maar jongens, gefeliciteerd. Drie keer winnen, chapeau. Hè. Hoor niet goed tegen de heel even jullie aandacht voor het vlogje van de week. Voor het vlogje van de week. Hebben jullie lekker gespeeld met deze hitte? Fantastisch. Ja? Ja, kijk, deze 84er, hè. Jongens, maar luister, wat is het resultaat geweest van vandaag? 0-0. Drie keer gelijk? 37. Ik moet dat corrigeren, want ik heb tegen hem gespeeld en wij hebben gewonnen. En toen viel ik in bij een tegenpartij. Hup speelde een heel mooi doelpunt. Hij zei later heel eerlijk, ik zag die bal niet. Okay. Er zijn geen casualties, jongens, geen problemen gehad. Niemand bij de water. We gaan verder. Heren, mag ik heel even aan voor het vlogje van de week? Ja, zet u. Of vlogje van de twee weken. Hoe hebben we gespeeld met deze hitte? Het was 35 graden. Hadden we dat wel kunnen volhouden? Kwalitatief. Inloop was niet nodig. Zijn er nog calamiteiten geweest, jongens? Mensen die te weinig water dronken? Helaas. Niet. We waren aan het inlopen en het ging ontzettend goed. En toen bleek het de wedstrijd te maken. Er is genoeg gehydreerd. Gewonnen, verloren, wat hebben jullie gedaan? Alles gewonnen! Is niet waar! We hebben nog geen team gehad dat verloren heeft. We hebben genoeg. Heren, mogen we Peter even de aandacht voor het vlogje van de twee weken? Dit is het ergste wat je ons kunt aandoen. Hoezo, jongen? Wij hebben één wedstrijd verloren. Met één doelpunt. Ja. En deze Jan, die heeft verdomme dat doelpunt gemaakt. Huip is dit, hè? Echt, jongen. En zo mooi. Een subliem doelpunt. Hij heeft de bal ging tegen zijn stikker in het doel. Oh. Hij heeft niks gedaan. Nee. Helemaal niks. Ja, maar het is zo mooi. Peter, dat lijkt zo alsof je niks doet.
toen Art Schenk een wereldrecord reed, leek het ook heel makkelijk. Dus het is gewoon techniek, ervaring. Nee, moet je hem nog een belangrijke vraag aan hem stellen. Aan hem en Kees? Jaap. Jaap, vraag moeten we Jaap stellen. Jaap heeft ervoor gezorgd dat wij met natte doekjes spelen. Ik ben nat jou eigenlijk een beetje. Oh, je hebt de doekjes had je al, maar je had ergens gezien... Gezien, ja. Dat mensen ook... Vraag maar aan Huip. Maar waar heb je dat gezien? In Hongkong. In Hongkong. Ja? Hey, dit is de man van de wereld. Hè? Ja. Geweldig, nou, een goed idee. Even ik heb zo'n aanvullend op die call die Huip heeft gemaakt. Martin heeft hem nog aangeraakt voor die tijd. Oh. Nee. Ja. Hij heeft hem echt gemaakt. Nee. Niemand heeft hem aangeraakt. Dit moet gesproken worden. Dit is zo'n mooie. Ja. Ik weet dat niet. Nee, niet weglopen. Nee, dan wordt het er niet. Deze heer. Hij heeft ook weer die bij Ik moet even. Jullie komen even op het vlogje van de week. Van de twee weken. Kijk, dit is Jan Herman. En deze jongen komt helemaal weer uit het mooie Ierland, hè? Oh ja. Ja. Oh. Ja. Hey, hebben jullie lekker gespeeld? Geweldig. Een beetje gewonnen, verloren. Wat is er hoest gegaan? Ja, twee gescoord. Om de laatste hebben we niks gedaan. Dus ik denk één gewonnen en twee gescoord. Dit is het eerste team dat niet alles gewonnen heeft. Ik kwam hier binnen, en toen kreeg ik, ik weet niet meer wie het was, maar ik kreeg een kop koffie aangeboden. Op een zo prettige manier. Er zijn iemand van vandaan geweest, ik weet het niet. Maar dan wil ik even de complimenten hier overbrengen aan de wijze waarop de koffie werd. Heel goed. Jammer dat je de naam vergeten bent. goed gedaan. Hey, we moeten afronden, hè? Ja, we moeten afronden. Luister, we hebben het weer geweldig gedaan. Kijk nog maar even hoeveel mensen hier zitten. Ik denk 10-11-tallen. En we hebben een heerlijke dag gehad. Een heerlijke dag. Ja, we hebben het hier nog niet gehad, hè? Of gaan we er nog even heen? Ja, gaan we nog even heen. Het vlogje van de twee weken, daar is onze cameraman. We waren even benieuwd, hoe hebben jullie het ervaren deze dag vandaag? Warm. Hadden jullie het koud? Zijn mensen die hebben het koud gehad? Hebben jullie nog calamiteiten meegemaakt? Dr. Pierre, ben je nog in actie geweest? Zijn er nog mensen omgevallen? Ja, we hebben het allemaal zo veel in actie geweest. Echt waar? Heel veel we hebben er meer over gedacht dan dat we het uitgevoerd hebben. Oh. Maar het begint bij bedenken. Maar we hebben onze meloenenkoning niet meer. Ja, Bert Nagel. Met hartelijke dank. Heel graag gedaan. Had ik het maar niet de volgende keer hoeven doen. Dat doe je één keer. Nou, die dingen zijn zwaar. Ja. 4,5 kilo op een stuk. Dat hadden we toch niet afgesproken. Jij zei toch van, ik vind het zo leuk. Ik doe dat ik over niks aan te voegen. Nee. Ik ben heel blij met dit. Dankjewel dat jullie het voor lekker onder de bomen, jongens, van vandaan. Onder de bomen van vandaan. En een beetje windje. En je ziet eruit als een toerist, hè? Ja, hij is een jubileel. Ik heb jubileel nog even verleden. Ik moet afronden. Ik krijg een seintje van de ceremoniemeester. Ik moet afronden. Huip, bedankt voor het camerawerk. Je ziet, ik drink water. Dat heet hydratatie. Heb ik net gegeven. Veel water drinken. Maar ik ga nu een biertje drinken. Ik zou zeggen, jongens, tot de volgende keer. Dankjewel.